kom in deze nieuwe video van Bolstar. Ik weet, het is al heel lang geleden dat we nog een video hebben opgenomen. Ik ben druk bezig geweest om met mezelf te werken, om mezelf te ontdekken. En ik heb heel veel geleerd van mezelf, hoe ik jezelf te accepteren. Want natuurlijk ben ik heel trots dat ik een jongen ben, dat ik ook als jongen uitzie. En ik ben helemaal klaar voor de volgende stappen doen. Ik wil heel graag een operatie. Nu weet je al, ik heb een borstoperatie gehad en nu wil ik heel graag de baarmoeder eruit halen. De grootste reden daarin is eigenlijk omdat mijn mama en mijn oma en mijn overgrootmoeder, ja, wie weet, die hebben heel veel, die hebben verschillende kankers gehad. En ik wil niet sterven aan kanker. En om dat risico te verkleinen, zou ik het eigenlijk ook al daarom die stap zetten. Maar ook omdat als jij ooit een geslachtsoperatie wilt doen, een penis, dan gaat dat niet. En als je dan ook die beslissing maakt, wil ik dan ook dat je dat direct kunt gaan laten doen. En niet zegt, ja, ik moet eerst nog die operatie doen, had hij dat dan maar eerder gedaan. En daarmee dat ik nu eigenlijk wel klaar ben voor de volgende stap te zetten. Ik weet nog goed, toen ik met mijn begeleiding in november voor de eerste keer terug naar Gent ging om controle, dat die me niet over begon en dat ik zei nee, dat wil ik niet. Maar nu heb ik er heel goed over nagedacht en heb ik ook een beetje naar mezelf gezocht, naar mijn eigen ik. Hey, want in eerste plaats, je doet wel een operatie. Je weet wel van kijk, je wilt een jongen zijn, je voelt je ook een jongen. Maar dan begint het pas omdat je dan nog altijd het gevoel hebt dat de buitenwereld naar je kijkt, anders dan naar je kijkt. Je moet, ja, omdat je nog geen penis hebt. En ja, dat is heel moeilijk op dat moment, want je moet je eigen nog respecteren in dat het eindelijk geluk is dat je zover bent geraakt. Ze zijn natuurlijk wel heel trots en heel blij om wie dat je bent. Maar voor mij was het heel moeilijk, omdat de omstandigheden, dus geen familie meer hebben. Ook niet weten van hoe zou je moeder gereageerd hebben. Zoals ze gezegd hebben van, wauw, sowieso is, zou ze wel trots geweest zijn. Daar gaan we natuurlijk zeker van uit. Maar veel mensen, als ze dat programma zien, dan zeggen die van, ah ja, nu zie ik het inderdaad. Je hebt dat je altijd ja, als zoon gedragen hebt. En dat is iets wat je nu kunt vragen. Je kunt die vergelijkenis niet maken. En dat is soms toch wel heel moeilijk, omdat je toch wel graag die feedback hebt. En dat maakt het soms toch wel heel moeilijk. Ik ben ook de laatste tijd niet meer naar de psycholoog kunnen gaan, ook wegens dat ik ja, veel verkouden ben de laatste tijd. En nu was het eigenlijk nog eens het moment om samen met jullie een video op te nemen, om samen met jullie nog eens te vloggen. In de toekomst gaat het ook meer gebeuren, er staat nog heel veel op de planning. Maar zoals jullie weten, ik neem jullie graag mee, ook in elke stap die ik zet, omdat dat niet gemakkelijk is. Veel mensen denken altijd van, je beslist dat, en dat is bam, 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 en dat is in orde. Nee, totaal niet. Je zit daar heel, heel je leven mee bezig, en dat leidt ook wel een beetje je leven. Want als je later een vrouw leert kennen, of een man, in mijn geval allebei, leert kennen, dan moet je dat uitleggen. En dat begint al met de eerste stap, het uitleggen. Want als je dan nog geen geslachtsoperatie hebt gehad, moet je dat uitleggen. Het is nu al, als je op TikTok zit en op social media, dat ze heel vaak vragen, en hoe zit dat beneden? En dat is heel confronterend. Soms antwoord je dat ook op, soms ook niet. En je merkt ook dat in deze maatschappij nog niet altijd heel aanvaard wordt. De school waar ik werk natuurlijk wel. Daar ben ik ook heel trots op. Maar dat is heel belangrijk natuurlijk. Terwijl we deze video maken, is de begeleiding nog steeds niet ingelegd. De begeleiding ga ik straks bellen. Voordat deze video online komt, dus vanaf dat je deze video ziet, is de begeleiding daarvan op de hoogte. Mijn vrienden die weten dat natuurlijk iets langer. Die weten dat eigenlijk 2 dagen eerder dan jullie. Omdat ik ook wou bespreken en zo, maar uiteindelijk blijft natuurlijk uw beslissing. En ja, met deze. Ik heb ook vandaag een video gemaakt dat ik een pyjama gaan halen ben voor jongens. Dat was ook een stap, want ik had alleen maar meisjespyjama's. Die zijn ook natuurlijk de vuilbak ingegaan of die zijn aan het goede doel gegeven. Zo dingen doe ik allemaal.
Maar het was niet gemakkelijk eigenlijk om het te vinden. Dat ga je ook zien allemaal in de video. Maar dan word je nog eens geconfronteerd met alles. Omdat je toch, ja... Je denkt toch automatisch, zijn die mensen aan het kijken naar u? Van, zouden die dat nu zien? Dat je dat voor de eerste keer gaat halen? Of dit of dat? En daar zit je eigenlijk constant mee bezig. Eigenlijk zou je dat moeten uit kunnen schakelen. Maar ik ben zo'n persoon die dat echt wel zoiets heeft van... Oei. Zeker ook omdat ik, ja, ik ben heel bekend met Bolstaart. Daar moet je nu onder stoel op bankje steken. En dat is ook een medefactor dat je constant toch wel... Ja, u moet verantwoorden, heb ik soms het idee. Dus ja, daar ben ik dus wel even mee bezig. Maar aan de andere kant ben ik ook heel trots in wat ik ben. Ondanks dat ik toch ja, die vriend die ik heb bij mij staan. Ook al heb ik dat stukje familie niet meer. Toch ben ik trots op wie ik ben. En begin ik meer en meer te zeggen van... Hier ben ik, mensen. Nemen hoe ik ben. Want ja... Heel veel mensen denken altijd van, Polestar is zelfzeker. Ik kom heel veel zelfzeker over, maar dat gebeurt dus niet altijd. Dat is echt een stap die ik moet op leren zetten. En tot de dag van vandaag ben ik daar nog steeds mee bezig. Ik ben nog steeds dat ik naar twee psychologen ga. De ene psycholoog is om te verwerken rond al wat er gebeurd is rond mijn leven. En ook wel een beetje met transgender en zo, maar meer... Met de familieredenen en zo, die dingen allemaal. Met de mama die dan gestorven is. Met mijn grote held Heidi. En... Daar rijden ze weer, mensen. En de andere psycholoog is eigenlijk meer rond... Ja, gender. Genderfobie, want dat is wat ik heb. En rond hoe accepteren en zo dingen allemaal. Daar ben ik dan mee bezig. En toevallig die twee zaken... Ik heb dan wel twee psychologen, maar omdat je ook ziek bent... Ook omdat er met de psycholoog zelf ook dingen waren aan de hand waren, heeft dat heel lang aangesleept. Maar kijk, ik ben wel blij en trots dat ik dat kan vertellen. Wanneer die operatie door gaat gaan, dat kan ik u niet vertellen. Daar moet nog een afspraak voor gemaakt worden. Dat moeten we nog bespreken met de psycholoog. Wij moeten daar nog heel veel stappen die we moeten zetten. Dat is niet tot vandaag of morgen. Dat is niet vandaag beslist. En morgen lig je op de operatietafel. Ik heb ook gehoord dat je dat in Sint-Niklaas ook kunt laten doen. Maar ik denk dat ik dat toch ga doen waar ik eigenlijk mijn transitie gestart ben. Dus vanaf dat ik daar meer informatie over weet, gaan jullie dat ook weten. Gaan we daar ook aan kijken. Sowieso niet in de zomer, want de zomer, daar wil ik echt van genieten. Dus dat sowieso niet. De zomer, daar moet vrijstaan voor leuke dingen. Dat is ook een leuk ding, maar ik bedoel, je kunt daar weer niks doen. En daarmee heb ik besloten om dat niet in de zomer te doen. Sowieso niet. Als het niet anders kan, dan zal het wel moeten. Maar ik ga echt wel kijken of het niet in de zomer te doen. Omdat ik echt wel ja, heel veel leuke dingen wil doen in de zomer. Dus moesten er nog vragen zijn, stel ze gerust hieronder. Kom gerust naar de live als je TikTok hebt. Stel het privé via Instagram, Facebook. En ik hoor het wel. En bedankt om te luisteren naar mijn verhaal. Doe zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En... Dankjewel om massaal te abonneren. Tot ziens.